Ja, goedemiddag meneer Goud. Carina van de boodschappenservice. Ja. We komen naar boven. Hij zei 5 maaltijden kant en klaar. Ik zei nou, nog voorkeur? Nee, maakt helemaal niks uit. Ik zeg dus vis, vlees? Nee, vis, daar hou ik niet van. Dus af en toe eens doorvragen. Maar hij moest er zelf ook om lachen, dat zei ik ook. Ja. Zullen we dan voor de auto instoppen? We gaan nu naar meneer Goud en die woont op de Hendrik Staatsweg. En dat is het Lage Land. Gaan we boodschappen doen. Gelukt. Ja, moet ik altijd even kijken. Want normaal gesproken kom ik niet bij deze winkel. Normaal gesproken werk ik voor mezelf. Ik ben ZZP'er. En ik heb ben mede-eigenaar van een bedrijf, Hermans en de Papen. Dat is training en acteerwerk Rotterdam. En normaal gesproken ben ik gewoon aan het werk, maar nu door de crisis vielen alles is geannuleerd. Het lijkt me goed dat wij iets voor onze medebewoners doen. En Oude Workouts Rotterdam heeft als concept dat wij, dat ik zeg maar als kleine beweegaanbieder, oude workouts geef. Dus zeg maar bootcamp light en wandelen en core oefeningen. Dat we dat buiten doen. Maar dat is allemaal mensen die in de wijk wonen. Er is 1 keer een mevrouw geweest die wilde dat we boodschappen gingen doen. Maar eigenlijk kwam het er eigenlijk op neer dat ze zei van ja, kunt u mij eten brengen? Nou, uiteindelijk hebben deze mevrouw doorverwezen naar de voedselbank. Ik heb ook 1 keer in de week een hele dag telefoondienst. Dus ik wissel af met telefoondienst en boodschappen doen. Zo, meneer Goud. Nou, ik heb hier de boodschap. Ja, ik had geen tas, dus ik heb maar even mijn eigen tas gebruikt. Nou, volgens mij is het allemaal gelukt. Is goed. Ik heb hier de bon. Moet heel even kijken, want dan stuur ik je een tikkie. Ja. Je kunt zelf niet naar buiten. Ja, vooral als je niet met die corona. Nee. Omdat ik zo'n partij met astma heb. Van de een op de andere dag zijn alle opdrachten weggevallen. En toen Carmen begon met dat initiatief. En toen dacht ik, nou dat is goed, weet je wel. Dan heb ik toch iets te doen. En is ook een goed initiatief. Dus eigenlijk wil ik ook een oproep doen aan andere ZZP'ers. En die hebben tijd. Ja, het is eigenlijk een kleine initiatief, kleine actie met een groot resultaat. Want mensen zijn er echt heel blij mee. Dus bij deze. Ik ga nu nog heel even een boodschapje doen voor een mevrouw. Die heeft mij net gebeld. En ja, die wil dat ik dat graag doe. Als ik weer opdrachten heb. Maar kijk, je kunt best een boodschapje voor iemand doen. Ik bedoel, het kost niet zoveel tijd. En mensen zijn er wel echt heel blij mee. Dus ja hoor, dat ga ik zeker doen. De inspanning is minder dan het resultaat. Waar mensen blij mee zijn. Dus geef me een goed gevoel. Yeah. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this.